In de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 februari heeft er in Oud-Gastel een uitslaande schuurbrand gewoed. Dit gebeurde op het woonwagenkamp aan de Koopmansstraat. De brandweer kwam met 4 voertuigen ter plaatse. De schuur brandde volledig uit. Het vuur sloeg ook over op een woonwagen, maar de brandweer kon voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. De woonwagen raakte wel beschadigd. Een voertuig dat tussen de woonwagen en de schuur geparkeerd stond, brandde volledig uit. In de schuur stonden enkele auto's die verloren zijn gegaan. De eigenaar van de schuur sleutelde aan deze auto's. Hij vermoedt dat de brand is ontstaan door kortsluiting. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.